Elke. En ik licht graag toe hoe wij vanuit de sociale dienst kunnen ondersteunen bij de voorbereiding van uw ontslag uit het ziekenhuis. Enerzijds bij een terugkeer naar huis kunnen wij mee bekijken of er thuis nog extra hulp voorzien moet worden. Dat kan gaan over het inschakelen van thuisverpleging, hulp in het huishouden, warme maaltijden, maar ook als er hulpmiddelen voorzien moeten worden of als er een probleem is met vervoer naar huis, ook daar kunnen wij in ondersteunen. Anderzijds, als een terugkeer naar huis nog niet mogelijk is of u wenst liever te revalideren, ook daar kunnen wij helpen bij de aanvraag te doen. Als u hier in het ziekenhuis wenst te revalideren, mag u dat bij de dag van de opname aan de verpleging doorgeven. Zo komt er iemand van sociale dienst later bij u op de kamer langs om die aanvraag in orde te maken. En meer informatie over de revalidatieafdeling kan u terugvinden op de website. Als u liever in een ander extern revalidatiecentrum wenst te revalideren, dan kan u dat wel op voorhand aan de sociale dienst laten weten. En dat kan dan van zodra dat uw operatiedatum gekend is. Dan kunnen wij al een voorlopige aanvraag doorsturen naar het revalidatiecentrum om zo bij uw ontslag uit het ziekenhuis een vlotte overgang te kunnen voorzien. Dus bij vragen mag u steeds contact opnemen met de sociale dienst. Dat kan zowel voor uw opname als tijdens opname hier in het ziekenhuis.